Al bananenplantages. Die moeten beschermd worden tegen de wind, vandaar al die heggetjes. Nog even zwemmen met het weer. Hier komt een zebra brazen uit de stenen. Mooi gezicht. Lijkt net of hij een schijnoog heeft. Een showvis, een straalvinvis. Goed te doen hier hoor. Zo, dat is mooi. Moet je zien, dat buitenste bootje. Lijkt de Ingeling wel. Dan ga ik dadelijk lekker zwemmen. Een walvisfabriek op de achtergrond. Dat is genieten zeg, als je daar zou liggen. Heb ik gehoord dat in deze baai manta's zwemmen. En dat ga ik morgen proberen. Als je geluk hebt, kan je ze vanaf hier al zien zwemmen. Maar dat is nou even niet. Een vulkaanuitbarsting. Allemaal stof en stenen. De Capelinos is een stratovulkaan. Westelijk deel van het eiland Fayon. Zand en geruis. Het is nog niet vruchtbaar. Mag er niet komen. De krater is 500 meter diep en 2 kilometer breed. Super mooi gezicht. Hele dag gefietst om hier te komen. Hierachter gebeurt het allemaal, hè? Gevaarlijk, allemaal vulkanen. Stratovulkanen hebben relatief steile hellingen en worden gekenmerkt door regelmatige explosieve uitbarstingen. Nou, de lucht komen vallen, hè, die steen. Met veel stof en steen. Tevra is een verzamelnaam van het materiaal dat tijdens de vulkanische uitbarsting uit de lucht naar beneden valt. Natuurlijk een zwembaai. Vroeger vertrokken hier de walvisvaarders om walvis te vangen. Hier wel een paar Portugese oorlogsschepen drijven hier zo. Dus dan maakt het zwemmen niet zo lekker. Gelukkig is er nog een privé zwempool. En daar zijn geen Portugese oorlogsschepen. En dan ga ik daar maar zwemmen. Hè. Ziet er goed uit, zeg ik. Stratovulkaan is relatief veldisch, rijk aan silicium. Oh, dat was mooi, zeg, die vulkaan. En dat natuurzwembad, prachtig. Ik heb heerlijk genoten, lekker gezwommen, lekker afgekoeld. Nu is het 28 graden en ik moet naar Horta fietsen. Dat is 6,5 kilometer de berg op. En daarna wordt het allemaal vlakker. Maar ik moet eerst 6,5 kilometer lopen met 28 graden. Niet zo lekker. Ik heb nu ondertussen een kilometertje gelopen. De berg op, klein stukjes gefietst. Nou, moeten we even rusten, appeltje eten. Heel veel drinken heb ik gelukkig. Extra drinken gekocht en extra kunnen tappen. Dus ik denk dat ik 5 liter water minstens drink vandaag. Nou, was je weer gedraaid? Je vangt een hoop soorten. Dit lijkt wel een tandvis. Die ziet er wel heel eng uit. Al die tandjes, toch wel een hele gevaarlijke wereld hier zo. Laat maar snel weer los. Dit is ook een prachtige vis. Ja, is maar 15 centimeter groot. Ook zo'n gevaarlijke. Zo, mijn nieuwe lampje voor in de kuip. We hebben allerlei kleuren, ook rood, wit, blauw, wat je maar wil. Ik ben op de motor vertrokken uit Fayal. Ik heb daar heerlijk geankerd. 100 euro, 10 dagen, dat is niet duur. Het plan is om Fayal heen te zeilen, maar er staat bijna geen wind. Dus ik ga eerst een klein stukje motoren dat ik aan de andere kant van het eiland ben. Dan heb ik van niemand last. Heel veel plezier gehad met Han en Marielle en de andere Nederlanders. Een grote groep. Was gezellig. Wel vaak een beetje hoofdpijn. 300 meter hoog. Allemaal van die grotten erin. Hier kraten. Mag je helaas niet in. Alles wat leuk is mag je altijd nooit doen.